Als een potvis in een pispel spit. Als een potvis in een pispel. Als een potvis in een pispot pist. Smaalt ik hem nu goed, mee. Als een potvis in een pispot pist. Hoi alle, ik ben Tim en in deze De Mol video bespreek ik aflevering 7. We bespreken onder andere de mol die nu bekend is, Ruben die het niet is, en Pew Pew, kan Comfort nog de mol zijn? Om deze video te beginnen zou ik jullie weer willen vragen om te abonneren voor de 1600 abonnees. We zitten er nog maar een paar abonnees vanaf, dus mocht je deze video kijken en je bent nog niet geabonneerd, druk dan gewoon even op die abonneerknop. Het is helemaal gratis en je supportt mij er heel erg mee. Goed. Opdracht 1. Pew pew, zaag, zaag en door. Ik denk dat de beste molpositie hier die van Lancelot en Ruben is. Je moet dingen onthouden en onderweg opdrachten doen waardoor je dingen weer niet kan onthouden. Lancelot die eigenlijk goed zijn best doet, zoals de uitspraak richting de bandiet in eerste instantie goed zeggen. Maar aan het einde doet hij nog even een finale move en gaat het verkeerd. Dan zegt hij dus ook weer iets tegen die bandiet. En daardoor heeft die bandiet alsnog even wat geld gestolen. Erg verdacht. Verder vond ik het duo van Comfort en Toos niet echt verdachte dingen doen. Ze hadden veel geld op door foto's goed te maken. Het enige punt wat wel verdacht kan zijn hier is dat eerst het hoedje van de kip niet op het hoofdje zat. Die Toos er uiteindelijk wel op heeft gezet. Maar dat werd aangestuurd door Comfort. Zo had er dus wel een foutje gemaakt kunnen worden door Toos misschien. En het is ook gelijk een anti-mol actie van Comfort. Want zij stuurt daarop aan en zorgt ervoor dat Toos dat hoedje erop zet. Verder valt bij deze opdracht ook nog op dat Lancelot enigszins wel weer een beetje erop aanstuurt. Dat Ruben als eerste bij de koetsman moest gaan zitten. Zodat Ruben als eerste moest... Dingen moest roepen naar de bandieten. Kan heel slim over na zijn gedacht. Dat Lancelot even daar binnen gaat zitten. En gewoon zo gaat zitten. Even niks doen. En doet alsof hij aan het oefenen is. Zoals ook te horen was. Dan gaan we even snel door naar opdracht 2. Dat is een leuke opdracht die ze een paar seizoenen geleden ook zo ongeveer hadden. Ongeveer. Ze moeten zeggen en doen wat de stem tegen ze zegt. En het was eigenlijk een soort afvalrace. In het eerste duel van Ruben en Lancelot zou de mol denk ik ervoor zorgen dat er weinig geld in de pot komt. Nou, Ruben is de mol natuurlijk niet en Lancelot wel. Dus stel Lancelot is de mol, dan doet hij zijn handen op zijn rug, dat is heel duidelijk te zien. En zorgt ervoor dat Ruben eerder schiet, waardoor er geen 3000 euro, maar 1000 euro in de pot komt. Dat is toch weer 2000 euro uit de pot. Dan het tweede duel, Comfort versus Ruben. Ruben is natuurlijk niet de mol. Stel, Comfort is de mol. Kan het erop lijken alsof Comfort een beetje een rare beweging deed met het pistool? Of niet echt er iets mee deed? Kan ook nog best wel verdacht zijn richting Comfort als mol. En dan heb je nog Toos. Toos die heeft geen enkel duel hoeven te spelen. Hij kan natuurlijk heel erg goed geoefend hebben als mol zijnde thuis al. Met dat whiskyglas gooien en zo. Zodat hij precies helemaal bij het randje kwam. En de andere opdrachten, dat hij die ook heel erg goed heeft afgelegd. Doordat hij daar al mee had geoefend. Kan dus ook nog iets zijn richting Toos. Wel moet ik erop attenderen dat hij... ziek wordt trouwens. Moet ik erop attenderen dat hij wel uiteindelijk op het geld geschoten heeft. En dat maakt voor mij Toos de Mol niet meer. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, dan kan je dat zeker hieronder doen. Op de rode knop. Zodat jij op de hoogte blijft van elke wekelijkse nieuwe video's en content. Dan de test en eliminatie. De resultaten zijn als volgt. Ruben zit op Lancelot. Lancelot zit op Ruben. Comfort zit vooral op Toos of Ruben. En Toos zit vooral op Comfort of Lancelot. Wat kan je hiermee? Ruben is natuurlijk afgevallen. Wat niet heel erg is, aangezien ik hem wel nog in de gaten hield. Maar Lancelot is toch echt mijn mol. En dat is toch eigenlijk ook wel mijn... eindconclusie van dit seizoen. Lancelot is de mol. Ga ik nog even iets doen, want Ruben die zegt dat hij heeft heel veel acties van Lancelot besproken voordat hij de test ging maken. Dus dan lijkt het alsof Ruben op Lancelot zit, maar dat kan ook een goede montagetrucje zijn. Dat ze er eigenlijk willen van, goh, Ruben zat op Lancelot. Kijk, Ruben zat op Lancelot en hij is afgevallen. Dus dan kan Lancelot niet de mol meer zijn.
Dat is weer een domme beredenatie. Want Lancelot zat bijvoorbeeld ook op Ruben. En dat is dan ook wel weer verdacht. Hoe kan de mol er nog in? Hoe kan Lancelot er nog in zitten als hij op een afvaller zit? Beetje verdacht. Comfort is niet de mol, omdat zij een rood scherm gekregen had en zichzelf terug moest vechten in het spel, waardoor Leila afviel. Leila, in ieder geval die kandidaat, afviel. In het buitenland heeft de mol al wel eens een rood scherm gehad in een ander land. Maar hier was uiteindelijk erg veel kritiek op. Daarom denk ik niet dat de makers in België de mol rood zouden geven. Comfort is hiermee dus eigenlijk een soort van al afgestreept. Ze verdient namelijk ook nog best wel wat geld en heeft een paar goede anti-mol acties. Zoals het hoedje van Toos de Kip. Even rechtop zetten. Toos de Kip. Nou ja, geen Toos de Kip, maar je snapt wat ik bedoel. Verder zou ik het wel heel erg jammer vinden als Comfort de mol zou zijn. Want dan heb ik eigenlijk een beetje het gevoel alsof de makers een soort van tegen ons aan het liegen zijn. Maar weet je, dat doen ze denk ik niet in de Mol België en daar ben ik best wel blij mee. Dan Toos. Toos is een lastige en zou nog een kleine procent de Mol kunnen zijn. In de eerste opdracht van dit seizoen zat hij natuurlijk samen met Lieselot in het risicoduo. Hij had hier het risico de hele aflevering niet mee te kunnen maken. Ik denk zelf ook niet dat de makers de Mol in dit duo zouden zetten. Het risico om een hele aflevering niet mee te doen is te groot en te onnodig eigenlijk. Je kan veel beter mollen door bijvoorbeeld weg te lopen bij medekandidaten, zoals Ruben en Lancelot deden, of expres langzaam te zijn samen met Corny en dan achtergelaten worden. Eén puntje wat nog wel verdacht kan zijn richting Toos is dat hij samen met Lieselot voor geen vrijstelling ging in de vrijstellingenkamer. Hierdoor ging er maar 2000 euro in de pot in plaats van 5000 euro. Maar ook dit is weer te weerleggen. In België moet je troeven eigenlijk gelijk inzetten in die aflevering. In Nederland hoeft dat niet. In Nederlandse Wie is de Mol kan je die troeven gewoon meenemen naar volgende afleveringen. Dus daarom denk ik ook dat Toos voor geen vrijstelling heeft gekozen. Omdat hij gewoon wilde weten hoe goed hij bezig was met het speuren naar de mol. Ondanks dat het dan 3000 euro kost. Dan dus Lancelot, oftewel mijn mol. Eigenlijk is het gewoon de mol als je hier goed naar kijkt allemaal. Zit elke keer op hele goede molplekken. Het enige punt wat heel erg gek en anti-mols is, en wat mij nog steeds niet loslaat, is dat hij samen met Lieselot in de bunker niet de pasvragen optilde waardoor de bom afging. Je weet wel, een paar afleveringen geleden met de lift naar beneden. Helaas denk ik dat dit een te groot risico was voor de mol. Omdat er ook wordt gezegd door de mol zelf in zijn dagboek dat er een heel extreem groepsgevoel heerste. Ik denk dat het daar een beetje mee te maken heeft dat hij daardoor toch niet die heeft opgetild. Alhoewel, kijk weet je, Lieselot vroeg, moet ik ze optillen? Moet ik de pasvragen optillen? Dan had hij heel mooi kunnen zeggen, ja doe maar om ze even te bekijken ofzo. En hij had zichzelf er best wel uit kunnen lullen. Dus dat is voor mij wel weer een raar puntje van Lancelot als mol. Lancelot als docent was een dom idee. Lancelot als danser in aflevering 1 was een dom idee. Lancelot die geen oog had voor een bord met slangen erop die doorgegeven moesten worden. Samen met Ruben uiteraard. Lancelot in de trein en dus niet buiten de trein. Lancelot die samen met Ruben aardappels, oftewel geld, gingen wegschieten bij dat leger, bij die legeropdracht. En hij heeft nog heel veel meer situaties waarop het echt lijkt dat hij de mol is. Dan tot slot, om deze video even af te sluiten, aankomende zondag om 8 uur precies is natuurlijk de finale aflevering van De Mol te zien op GoPlay en Play 4. Je kan ook in Kinepolis Antwerpen zitten, waar ook de kandidaten langskomen en zo. Daarnaast heb ik met Dinant, Kim en Arjan de podcast ProCast natuurlijk. En hierin bespreken wij de afleveringen van De Mol samen en komen we tot goede conclusies. En deze zal er elke woensdagochtend te luisteren zijn op Spotify en YouTube. De ProCast van aflevering 6 van de vorige aflevering is afgelopen dinsdagochtend ook online gekomen. Kan je ook luisteren en kijken op Spotify en op YouTube. Na dit seizoen van De Mol België zal er nog meer content komen. Maar daarover in de volgende video natuurlijk meer. Voor nu bedankt voor het kijken. Abonneer zeker voor meer, voor de 1600 abonnees nog even. En dan zie ik jullie natuurlijk de volgende keer weer. Laters!